Jetzel. Vandaag de master in het voetballen. In mijn oude schoenen. 3 doelpunten rijker geworden vandaag. Respect voor je aanvoerder. Deze jongen kan ook niet voetballen. Luister, ik ben de master. Ze noemen mij Ronaldo van de Straten. Nou, eerlijk? Best wel mooi. Vind dit net terug. Het is van Ryan. Ryan die heeft het uitgemaakt. Het is nu al zo'n 2 maanden uit. Maar nog steeds doet het pijn. We waren gewoon zo lang bij elkaar. En we hadden het altijd gezellig. Dus ik had nooit gedacht dat hij niet meer bij me zou willen zijn. Weet je? Mijn vriendinnen zeiden altijd dat ik wel een beter iemand kon krijgen. En ik vond heel lang dat ze dat echt niet konden zeggen en zo. Tot afgelopen vrijdag. Want vrijdag hadden we het winterfeest. Nou, en ik was gewoon al heel erg nerveus om daarheen te gaan. Maar toen we daar dus midden in de zaal aan het dansen waren. En ik heel even naar de zijkant keek. Toen zag ik hem flirten met een andere chick. En weet je wat nog het ergste was? Dat hij tijdens ons nummer deed. Ons nummer, hè? Het is gewoon verpest. Het is gewoon verpest dankzij hem. Ik hoef nooit meer vrienden met hem te zijn, hoor. Ik hoef hem ook echt nooit meer terug. Het is nu 2 dagen na het feest. Ik zit er nog steeds mee eigenlijk. Ik ben er al rot over. Al direct toen het gebeurde eigenlijk. Ja, Tom. Tom. Het was echt niet mijn plan om zoiets te gaan zoenen. Alleen, ik weet niet. Het gebeurde gewoon. Het was gewoon het moment dat het... Ja, ik weet niet, man. Ik wil Tess gewoon geen pijn doen. Ik hoorde al dat ze huilend naar huis is gegaan. Ik heb haar proberen te bellen, te berichten, maar geen reactie. Ik weet niet zo goed wat ik kan zeggen. Ja, het gebeurde gewoon. Jongens, kijk, daar is hij. Heb je hem. Hey, micropenis! Laat je kleine pikkie zien. Pikkie. Ryan die stuurt me dagelijks berichtjes. Hij is boos op me. Vanwege die foto. Maar, weet je... Ik wist ook niet dat dit zou gebeuren. En wat kan ik verder doen? Imke was altijd mijn beste vriendin, hè? Dus ik wil haar ook niet verraden. Maar ik ben ook zo boos op haar, omdat ze die foto heeft gedeeld. Sinds deze week... krijg ik iedere dag wel zo'n tonbericht. Het begon de maandag na het schoolfeest. Toen ik me nog zorgen maakte over Tess. Iedereen zat me aan te kijken en me gewoon... Ik dacht dat het was door wat er op het feest was gebeurd. Pas tijdens het eerste uur liet een van mijn vrienden de foto's zien. En...
Het was een foto die ik naar Tess had gestuurd toen we nog verkering hadden. Alleen kon nu iedereen op school de foto zien. Tess zei dat ze die foto niet had gedeeld. Wie zou het anders geweest moeten zijn? Ik? Ik schaam me kapot, man. Echt. Ik wil niet meer terug naar school. Ik vind het echt verschrikkelijk voor hem. Ik hoop dat het snel voorbij is. Ik wil nooit meer terug naar school. Na een tijdje besloot ik dat ik toch maar iets moest gaan doen. Ik vond het verschrikkelijk, man. Schandalig. Ik moest het mijn ouders wel vertellen. Ik heb mijn ouders nog nooit zo boos gezien. Wil dat ze wat gezegd hebben in je zin? Ze waren razend. Razend dat leerlingen dit hadden gedaan. Mijn pa vooral. Ik dacht dat hij boos was op mij. Niet lang daarna moest iedereen op school de foto verwijderen. Ik mocht ook in gesprek met de schooldirecteur en was wat chill. Ja, was wat chill. Ik had gewoon vertrouwen dat alles goed zou komen. Dus niet. Na een tijd durfde ik weer te gaan voetballen. En voetbal is me alles. Als ik aan het voetballen was, dan was mijn gedachte gewoon even uit. Gewoon lekker knallen. Maar het moment al. Ze deed het om me te vernederen, man. Te vernederen. Overal waar ik kom. Iedereen is hetzelfde. Allemaal. Ik haat ze. Ik haat ze. Ik weet het gewoon even niet meer, man. Ik weet het gewoon niet meer. Kijk eens wat een kutje. Kijk eens. Oh, kijk eens. Wow. Schatje keukenmoesjes. Wat op mijn woorden. Oh, wat zeg je dat? Ze is verliefd. Klein beetje. Ryan was al een paar dagen niet naar school geweest. Sinds iedereen die foto moest verwijderen, leek het juist erger te worden. Ik had gewoon nooit gewild dat het zo erg zou worden. En ik had ook nooit gedacht dat het überhaupt nog door zou gaan. Weet je. Een dag kwam Ryan niet meer naar school. En een paar dagen later, tijdens de les, toen stuurde hij mij opeens een bericht. Ik schrok me kapot. En toen ik Ryan probeerde te bellen, toen nam hij niet op. Ik twijfelde gewoon heel erg over wat ik moest doen. En toen hij na een paar keer bellen nog steeds niet opnam, toen had ik het tegen de mentor verteld.
wou dat ik nooit die foto had gestuurd. Dit is mijn schuld. Hey, lang geleden. Jaartje alweer bijna. Ik ben trots om te vertellen dat het iets beter met me gaat. Want daarvoor voelde echt alles heel zwart. En ik wilde dat alles op beeld. Het is moeilijk. Moeilijk om eraan terug te denken. Maar gelukkig. Gelukkig heb ik het niet gedaan. Diezelfde avond hebben mijn ouders direct actie ondernomen. Ik ben naar een andere school gegaan. En ja, nieuwe vrienden gemaakt. Hé, hey, volgende keer wel scoren, hè? Ja, kom op, hè? Niemand weet wat er op mijn oude school is gebeurd. Niemand. En niemand weet van die foto. Misschien dat ik het ze ooit wel eens ga vertellen. Maar voorlopig liever niet. Tess belde me laatst. Ik zat echt te twijfelen, man, om op te nemen. Maar het toch gedaan. Ze vroeg hoe het ging. En of we binnenkort ergens eens konden bijpraten. Ze zei dat ze zich erg zorgen om me maakte. Tess zei dat ze nog steeds een vriend van me wil zijn. En dat ze klaar voor me wil staan als er iets is. Alleen ja, ik heb er eerlijk gezegd dat, dat ik daar geen behoefte aan heb. Ik kreeg hulp. Mijn familie, met mijn ouders, die zijn er voor me. Ja, dankbaar. Echt dankbaar. Alleen gaat het voor mij wel lang duren. Voordat ik echt over alles heen ben. De therapeut zegt dat het goed gaat komen. Dat er een dag komt dat ik me beter ga voelen. Die foto van mij zal misschien altijd rond blijven gaan. Maar ik kijk nu vooral uit naar een betere tijd. Hoi, ik ben Ayana en dit is ons nieuw huis. Dit is de woonkamer. Dit is mijn kamer. Hallo? Ja, je dochter. Wat maakt ze nou? Wat is er op dat zaak? Hij heeft het waarschijnlijk over de nieuwe buren. Ze wonen er pas net, maar mijn ouders zijn er niet blij mee. Ja, ik ook niet.